Welkom bij Stadsleven. Laat ik maar meteen duidelijk zeggen, ik ben niet gelovig. Ik ben theoloog van huis uit. Ik ben dominee hier in Amsterdam, in de Muiderkerk in Oost. Ik ben nog even in gedachten blijven hangen bij het begrip christelijk-boeddhistisch laten masseren. Ja. Heb ik dat goed verstaan? Dat heb je goed verstaan. Ja. Toen had ik bedacht van, oké, het wordt niet gewoon een woongroep, maar het wordt een klooster. Het heeft een diepere betekenis. Toen gingen mensen vragen naar bier. Er zijn heel veel van dat soort filmpjes in die beginperiode gemaakt met een soort katholieke achtergrond of katholieke oorsprong. De Heilige Lydia van Schiedam. Ik heb dus onderzoek gedaan naar de eerste en tweede generatie Marokkaanse Nederlanders. En ik heb gekeken hoe zij hun religie beleven in Nederland.